Ik wou dat jij mijn kleine teen was. Dan kon ik je keihard tegen de keukentafel stoten. What the fuck? Ik heb een hekel aan regen, maar hou wel van spetters zoals jij. Yo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag gaan wij reageren op gekke DM's en one-liners. En ik zeg wij, want ik ben hier met Ruben, mijn broer, mijn bloedeigen broer. Holy shit man, wat een goede introductie. Ja, dat is niet normaal hè. Dat is goed hè. Dat is niet normaal. Maar kijk, wij hebben dus nu allebei Instagram. En ik heb 182.000 volgers. En jij hebt er? Nu 12.000. 12.000. En af en toe krijgen wij hele leuke DM's van dames en het vrouwelijkse geslacht. Dames en het vrouwelijk geslacht. Het is hetzelfde. Wij krijgen vaak DM's van dames met hele leuke one-liners komen. Of met gekke vragen of gewoon iets geks zeggen. Dus ik dacht, wij gaan gewoon eventjes reageren op deze DM's. En gewoon deze met jullie gaan lezen. En wij zijn allebei vrijgezel. Veel mensen weten dat van jou wel, van mij misschien minder. Heel veel mensen vragen nog in de comments of in mijn DM's van hey, heb je nog met Suus of hebben jullie nog een relatie? Nee, helaas niet. Het werkt niet tussen ons. Dus het is beter als wij gewoon vrienden zijn. Dat was allemaal, nou dan weten jullie dat ook weer. Maar goed, er zijn dus nu wel heel veel dames die af en toe in onze DM sliden. Hoe dat zo mooi heet natuurlijk. Sliden, hoe dat heet. Dat is prachtig. En wij gaan gewoon eventjes een paar voorlezen. En er zitten wel echt hele gekke tussen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij zitten er wel echt hele gekke tussen. Ik denk dat jij er wel gekkere tussen hebt dan ik. Maar ik heb gewoon een paar die gewoon wel grappig zijn. Maar bij jou zitten er wel wat leuke dingen bij zitten. Wel wat meer gekkere dingen. Ja, dat denk ik ook. Oké, we gaan naar de eerste DM. En hier zegt iemand, hey, ik weet dat je druk hebt, want ja, bekend enzovoort. Maar kan je me op je to-do-list zetten? Heerlijk, dit is echt goed. Ik vind hem ook wel goed. Maar bedoelt ze met to-do-list van hey, zeg maar qua seks van to-do, van doen, ik zou haar doen? Of is het to-do-list van hey, van to-do-list? Om iets ermee te doen, gewoon een keer even langs te gaan of zo. Ja, precies. Laten we uitgaan van het ergste. Ze wil gewoon dat jij even langskomt. En het even met haar doet. Denk ja, ik, toch? Ik denk wel, want kan je me op je to-do-list zetten? Dat is wel echt. We moeten gewoon uitgaan van het ergste, van het beste. Ik denk wel. Het is een leuke DM. Het is een leuke DM. Ik vind het een goeie. Ik vind het originele. Ik geef deze een... Gaan we cijfers geven? Ik vind het wel leuk. Oké. Ik geef het een 8. Ik geef het een 8. Okay. Want ik vind het lekker, lekker direct. Ja. En ook gewoon, hoe zeg je dat? Origineel. Ik vind het origineel. Een originele DM. Er is over nagedacht. Daarom. Oké, Ruud, nu ben jij aan de beurt. Okay. Kijk, het is minder over nagedacht. Ja. Maar, hi. Ik wil even zeggen dat je echt een mega lekker ding bent. Ik zou je graag een keertje in het echt willen zien. Met zo'n smiley en een tong uit de mond. Zo. Dus iemand noemt jou gewoon een lekker ding. Niet normaal, hè? Dat is niet normaal. Het is eigenlijk niet normaal. Maar ze zegt dat ze vraagt of jullie een keer wat willen doen. Ja, ze wil een keer zien, echt. Oké, en reageer jij vaak op dit soort berichten? Nee, ik reageer echt absoluut niet op. Nee, ja, maar weet je, het stom is van reageren. Je kan ze niet meer terugzetten. Dus het is niet. Ze kunnen je dan altijd een bericht sturen. Dat is misschien even wat minder. Ja. Maar wat is het? Ik vind het een beetje een 5, een beetje 6. Ik ben een beetje in die richting. Nee, maar het is inderdaad 5, 6. Het is gewoon de basis. Maar dit, die van jou, die was gewoon grappig. Weet je, daar is over nagedacht. Maar ik vind creativiteit echt... in. Precies. Dit was meer gewoon eerlijk zijn. Maar ik vind op zich eerlijkheid moet ook beloond worden wel. Zou jij het doen? Iemand een DM sturen? Ja? Nou, ik heb wel als iemand echt heel knap is, dan stuur ik niet heel letterlijk een DM, maar gewoon even zo'n... Reageer op een story misschien. Ja, zoiets. Maar je gaat niet letterlijk zo... Nee, niet zo'n letterlijke DM. Ja, ja, maar wat wel grappig is zeg maar, ik hou echt heel erg van die one-liners. Ja. Maar niet dat eens, is wel grappig. Niet eens dat ik ze kan gebruiken, maar gewoon puur omdat ik denk van ja, ik vind ze gewoon op een gegeven moment echt grappig worden. We gaan eventjes kijken. Ja, leuker. Ja, check even. Oh ja, ik ben de laatste tijd veel bij Gio. En Gio woont in Krimpen. Ik had een story gemaakt waarin ik zeg maar naast tegenover Jaar en Gio zat die sushi aan het eten waren met van ik heb niemand en ik ben niet third wheeling en zo. En er zijn zoveel meiden die hebben gereageerd van ik wil je date wel zijn. Maar hier zegt iemand, er zijn genoeg leuke meiden in Krimpen aan de lek. So don't worry. Dat is toch lief? Dat is lief. Dat is echt lief inderdaad. Oftewel, ik heb meerdere DM's gehad trouwens ook van mij die zeggen van yo, ga jij ook bij Gio wonen? Want ik woon letterlijk achter Gio. Dus je weet het nog. Oh, sorry. Je zoekt een wifi, hoorde ik. Daar begon ze mee. Ik dacht... Je zoekt een wifi, hoorde ik. Ik heb nooit ergens gezegd dat ik een wifi zoek. Maar volgens mij gaat dit over de video van Niek. Niek Rozen, mijn beste vriend, die had een soort van een date video gemaakt voor Happen. En daar heb ik meegespeeld. Maar het is niet zo dat ik daadwerkelijk echt iemand zoek. Ik ben er helemaal niet mee bezig. Ja. Maar iemand zegt dus, jij zoekt een wifi, hoorde ik. Niet op gereageerd. Daarna had ik dus die story met die sushi dat ik gewoon alleen ben. Dat ik zeg maar geen date heb. En toen zegt ze, vind het echt zielig voor je. En daarna, daar heb ik ook niet meer op gereageerd. En daarna zegt ze opeens van,
but I'm your type. Zo van, ik vind het heel zielig voor je, maar je kan altijd bij mij terecht, want jij bent mijn type. Dus er is toch wel iemand die jou misschien leuk vindt. Er is misschien toch wel iemand die mij leuk vindt. Oh. Ik wil er nog eentje van jou, Oké, even kijken dan. Hey, ik heet ook Visser en je ziet eruit als een goede vangst. als in een visser die een goede vangst vist. Haha, sorry, ik stop al. Je ziet eruit als een leuke jongen. Je mag me negeren. Zo, ik ben even, zeg maar, ik was aan het nadenken en luisteren tegelijk. Dat was veel, hè? Maar doe even opnieuw. Ze zegt dus, ze begint met... Oké, nou, begint eigenlijk met gewoon een opening. Gewoon een one-liner van, hey, ik heet ook Visser en je ziet eruit als een goede vangst. Oké, prima. Ja, daarna gaat ze hem uitleggen dan, wat dat al niet goed is eigenlijk. Nou, tussen haakjes, als in een visser die een goede vangst vist. Tussen haakjes. En dan best, haha, sorry, ik stop al. Je ziet eruit als een leuke jongen. En dan tussen haakjes, je mag me negeren. Oftewel, ik ga je negeren. Weet je, ze heeft een one-liner gegooid, maar ze legt de one-liner vervolgens niet uit. Ja. Of ze legt de one-liner vervolgens uit. Uit dus waardoor dat niet chill overkomt. Het is zelfs met een grap. Als jij een grap maakt en je moet hem uitleggen, is de grap niet goed. Ik heb daar wel heel vaak last van. Ja, dat ik een grap wil vertellen en dat... Of je grap was gewoon te moeilijk en de mensen die hier waren begrepen niet. Want jij was veel te intelligent. Nee, dat is het. Zeg maar, dankjewel. Dankjewel. Probeer af en toe mijn woordje te helpen. Kijk, mijn grappen, zeg maar, die zijn zo doordacht en intelligent. Waardoor mensen altijd zeggen van, huh, ik snap hem niet. Maar dat heeft niks te maken met dat de grap niet leuk is, maar gewoon puur omdat, zeg maar... Ja, goed. Goed, oké. volgende. Iemand zegt hier, wedden dat je op dit berichtje niet gaat reageren. En dat klopt, ik ga niet reageren. Ja, deze was heel kort maar krachtig, maar ik vind het wel grappig. Maar kijk, zeg maar, dat iemand de moeite neemt om mij een bericht te sturen en dan vervolgens gaat zeggen, wedden dat je niet op dit bericht gaat reageren in de hoop dat ik juist wel ga reageren. Want zie je wel, ik reageer toch. Maar nee, ik reageer niet. Maar dit is het psychologische deel. Zeg maar zelf van, wedden je durft niet eens in deze sloot te springen, dan zal iemand eerder doen en zeggen, joh, spring in deze sloot. Klopt. Maar goed, het is niet gelukt. En voor de mensen die mij DM sturen. Ik vind het hartstikke leuk om mijn DM's te lezen. Ik lees ook serieus echt alles. Ik zit per dag veel op Instagram en ik lees alles. Maar sorry als ik soms... er zijn soms zulke lieve berichten waar ik niet op kan reageren. Want als ik één keer reageer, dan zouden jullie mij voor altijd kunnen DM'en. En daar heb ik dan niet heel veel zin in. Dat is heel stom van Instagram dat ik dat niet, zeg maar, kan reageren en weer terug kan zetten. Blijf me vooral DM. Ik vind het hartstikke leuk en ik hou van al jullie positiviteit en al die dingen. Dus stay texting me, yes. Wow, man. We hebben er nog één. Iemand zegt, ik heb een hekel aan regen, maar hou wel van spetters zoals jij. Serieus. Maar kijk, weet je wat stom is? Kijk, het zijn zeg maar van die one-liners dat ik denk van ja, het is een goede one-liner, maar misschien een soort van net weer toch voor de hand liggend of zo. Snap je? Wat is iets te makkelijk? Ja, maar, ik weet niet waarom ik eigenlijk moet lachen. Het is gewoon je lacht met je van ja. Is het nou gênant? Is het nou echt grappig? Is het nou... Ja, maar precies, maar heel, dat zijn toch net. Ik zeg maar, ik vind one-liners echt lachen om te lezen. Omdat dit is ook... Ik heb een hekel aan regen, maar hou van spetters zoals jou. Maar één ding, zeg maar, een one-liner werkt toch eigenlijk nooit? Of zo? Ik bedoel, misschien... Jawel. Nee, maar oké. Zeg maar, als hij echt goed nee, maar, is... Ik bedoel, met je DM's misschien, maar stel je voor in het echt. Nee. Als je in een club bent... Het is niet zo dat je zo naar iemand toe loopt en dat je dan zo zegt van... Ik ben tabdoobedida, madala da para. Weet je wel, maar dan een one-liner, even niet. Dan is het niet zo van, oh ja. Of juist wel, zeg maar, als je in de club bent en je hebt wat gedronken al, dan ben je losser. En als je dan een one-liner gooit, is het wel gelijk om het ijs te breken van haha, het was echt een kut one-liner. Dan kom je wel in gesprek. Dus het is moeilijk, het kan. Oké, we gaan weer eentje van Ruben voorlezen. Deze vond ik zelf wel vrij vreemd. Oké. We waren toen in Marbella, lekker bij Nikki Beach. En toen kreeg ik opeens deze DM. Hey, sorry for disturbing, but did I just see you guys at Nikki Beach, like 10 minutes ago? Oké, dus iemand heeft jou, zeg maar... In het Nederlands, zeg maar, iemand zegt van, hey, sorry voor omdat ik je stoor, maar volgens mij zag ik jou 10 minuten geleden bij Nikki Beach. Maar wacht, hoe komt zo iemand aan jouw Instagram? En zo snel, dat weet ik ook niet. En het was een buitenlands iemand dus. Dus een buitenlands iemand is daar ook en die zegt, nou, opeens dit bericht. Heel raar, heel raar. Was het trouwens een vrouw? Ja, het was een vrouw, ja. Oké, dat hoop ik wel. Nee, want we waren hier voor de vrouwen, toch? Ja, we zijn die vrouwelijke DM's aan het oplezen. Ja, goed. Maar leuk, het is een gekke, dat was wel een gekke, ja. Ja. Ik heb hier een hele leuke DM en hier heb ik zelfs op gereageerd, omdat ik dacht van, oké, ziet er prima uit op de profielfoto. Dus ik dacht, nou, ik reageer maar gewoon een keer. En wat ik vond ook een hele leuke one-liner. Ze zegt, ik heb zojuist mijn agenda gecheckt en zag dat we zaterdag een date hebben. Hoe laat moest ik jou nou ophalen? En ik weet niet, ik las deze en ik dacht eerst van, huh? Echt zo van, what the fuck? En daarna ging ik hem lezen en dacht van... Maar wacht, was je echt aan het twijfelen van, oh, misschien heb ik echt een date? Nee, niet dat, maar meer van, misschien heb ik iets gezegd inderdaad of zo op straat tegen iemand. Maar... Dus je twijfelde wel een beetje? Nee, dat was gewoon een soort van rare, dat ik dacht van, wat is dit? En toen dacht ik, oké, ik vind hem wel heel lachen, dus ik speel mee. Dus ik zeg zo, nou, zeg het maar. Zeg ze, ligt eraan wat we gaan doen. En later op het gesprek was dit.
Ik zeg, vond het wel een leuke openingszin. Dus dacht, ik reageer even. Want dat was ook shit. Ik dacht, nou, leuke openingszin. Ja. Ik reageer even, weet je, dat is ook wel eens een keer grappig. En toen zei ze, aha, ja, ik heb meer van deze. En dan zegt ze, was wel het netste. Zeg maar, de eerste openingszin was wel het netste. Ja, precies, net, ja. Dus ik was benieuwd. Ik dacht, nou, er komt nu echt gewoon iets, inderdaad gewoon iets vies. Ik zeg, haha, welke heb je nog meer dan? Zegt ze, ik wou dat jij mijn kleine teen was. Dan kon ik je keihard tegen de keukentafel stoten. What the fuck? Fuck, what the fuck? Ja, ik vind het grappig. Ik denk, helemaal bij maar dit... Maar ook deze is wel gewoon ook heel fout gewoon. Het is heel fout, maar... En slecht tegelijk. Het is fout en slecht tegelijk, maar ik weet niet. Ik vind dit wel, ik zeg maar, ik vind het wel grappig. Dat ik denk van, ja, dit, ja, weet niet, snap je? Hier, snap je wel... Deze vind ik ook echt goed. Ja, dus ik zeg zo, deze vind ik ook echt goed, want ik vond het gewoon echt een goeie. Maar snap je, zeg maar, op, ja. deze DM's vind ik het grappig om te reageren. Omdat dit waarschijnlijk gewoon echt personen zijn die zelf ook gewoon, net als mij, gewoon een beetje gek zijn. Ja, maar. En die vond ik wel gewoon grappig. Ja, die het ook gewoon als een grapje zien. Dus dat vond ik ook wel leuk. Nou kijk, verder zeg maar heb je gewoon best wel vaak gewoon iemand die gewoon zegt hey. En daar blijft het bij. Ja, die zegt hey of wat is je snap en zo. Maar, nee, maar ik zit er niet meer op snap. Hey of wat is je snap. Maar als je gewoon hey zegt, de kans dat iemand daarop gaat reageren is toch helemaal... Wat, ja, dat is wel waar. Hey. Maar daar mag jij echt totaal niks over zeggen. Want deze jongen... Oh, gaan we daar... Deze jongen is op WhatsApp zo onduidelijk. Kijk, ik weet niet of jullie dat herkennen, misschien ook in je familie. Hij stuurt mij een berichtje. Bijvoorbeeld om 3:00 zegt hij, yo. Dan wilt hij wat aan me vragen. Maar dan zegt hij alleen, yo. Maar dit doe ik al een tijdje. Dan reageer ik een uur later ook met, yo, wat is er? En dan moet hij weer daarna een half uur later, moet hij zijn berichtje met van, hey, ben jij toevallig dat en doen wat? Maar waarom zegt hij dan niet gewoon, yo, ik wil dit en dat, dat kan ik gelijk reageren. Communicatie, dat is hetzelfde van, hey. Ja, alleen maar kijken. Nee, je kan er niks over zeggen. Oké, we hebben nog een laatste DM en die staat in Rubens, jouw Insta-story-box, zeg maar. Story? In jouw Insta-DM-box, maar deze gaat over ons allebei, toch? Deze is wel grappig, want kijk, ik ga natuurlijk niet namens, maar... Hey, puntje, puntje en ik, leek het leuk als jij en Vincent een keertje langskomen in Breda, gaan we gezellig dineren met z'n viertjes. Als jullie dat leuk lijkt. Het is wel gezellig. Ik vind het wel, zeg maar, het is... Maar wat ik dan niet snap, zeg maar, denk je dat er dan gewoon meiden aan de tafel zitten die dan opeens denken van... Kom, we gaan een DM sturen naar Ruben en Vincent, vragen of ze met ons een dinertje willen doen. Of er is al een tijdje over nagedacht, dat kan ook. Ik weet niet. Kan ook. Maar goed, dit waren dus de DM's die wij hebben voorgelezen. En dat waren echt een paar wel hele grappige en die one-liners en al dat gekke gedoe. Ik vind het wel echt heel erg leuk om te lezen. Vind jij het lachen om dat soort DM's te krijgen? Ja, tuurlijk is het leuk. Het is altijd gewoon leuk om te lezen. Het is gewoon lachen om te lezen. Ik reageer heus wel af en toe op iets. Ja, precies. Nee, daarom. Dus wil je ook nog een DM sturen, slide in Ruben's DM. Ruben heeft geen vriendin. Slide ook in mijn DM, want ik heb ook geen vriendin. Maar goed, vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren en geef deze video even een blauw duimpje. En dan spreek ik jullie later!